Een volledige salaris voor een volle maand se werk. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar niet voor de NAL werknemers nie. Jafta Alice, wat al 25 jaar lang als passer en draaier bij die wapenvervaardiger werk en sy collega's, is aanvankelijk slechts 85% van hulle Junie salaris betaal. Dus is baie spanning van mensen leven van man tot man. Je is een pa en je moet een plan maken. Niemand verstaan nie. Dat hulle soek hulle geld op een specifieke dag en as hulle nie geld is, hoe maak jy? Die res is een week later in betaal. Maar hoewel werkloosheidsversekering en inkomstenbelasting afgetrek is, is dit nooit aan die werkloosheidsversekeringsfonds en inkomstendienst oorbetaal nie. Solidariteit het besluit om met de hofaksie te kom om die hof te vra om de NEL te doen om aftrekkings wat gemaakt is, wat op die betaalstrookies wys oor te betaal. Indien hulle dit nie doen nie, dan stel ons die werknemers bloot. Die saak word later die maand aangehoor. Intussen loop spanning onder werknemers hoog. As dit een keer gebeur, kan dit die volgende maand weer gebeur. En dit is hoekom ons as werkers saam moet staan en druk uitoefen, sodat dit nooit weer kan gebeur. Daar is ook een proces om diegene wat vir die NAL se financiële verknorsing verantwoordelik is, voor stok te kry. In die tweede plek het ons begin met die 165 proces volgens die maatskappywet waarin ons ondersoeke kan afdwing en vervolgings kan vra. Danielle het geantwoord daarop. Hulle het toe gesê, hulle is bezig met forensiese ondersoeke en hulle het toe onderneem dat daar strafrechtelike en civiele optrede gaan wees teen vorige direkteure. De NAL-se groephoof Dani de Tooi het in een verklaring gesê dat die forensiese ondersoeke oor beweerde bedrog en wanbesteding al ver gevorder is. De NAL is nie die enigste staatsinstelling tans in solidariteitse versier nie. Soortgelyke stappe teen voormalige direkteure van Eskom, onder wie Brian Molefe, word ook beplan. Mia Spies, Eunice, Centurion.